Het is een hele spannende avond, want vanavond reik ik een Phonics Music Award uit in de categorie Best Producer. En dat doe ik niet alleen, dat ga ik vanavond samen doen met niemand minder dan QC. En het is dit jaar net iets anders, want we reiken namelijk een aantal awards iets eerder uit dan op de dag van de awardshow zelf. De stemmen die zijn natuurlijk al geteld en links van mij zie ik QC al aankomen lopen. Kom deze kant op. Moeten zo groeten nu, hè? Ja. Sorry, ik ga weer zitten. Dat lijkt me wel bedreigend, man. Ja, het is gewoon gek om ook voor mij een beetje zo te staan, die afstanden bewaren. Maar het lijkt alsof je me zeg maar niet in de buurt wil hebben nu gewoon zo. Ja, echt, hè, nu gewoon deze afstand. Ja, een bijzondere avond, speciale avond ook. Anders dan wat ook jij gewend bent van de awards, ja, of als eigenlijk volgende wel. Jaren. Maar ja, wat voor gevoel geeft dat jou? Ja, nog steeds gezellig, weet je. Phonics hier in Rotterdam zo. Voelt als thuis. Dus misschien voel ik me hier nog meer thuis dan dat we nu in een of andere grote club zouden organiseren. Zo. Ja, het is soort van wel je tweede huis natuurlijk. Ja. Ik wou bijna op mijn slippers komen. Nee. Dat is koud. Dat is koud. Ja. Hey, categorie Best Producer. Mm-hmm. Gaan we zo meteen samen uitreiken. Zeker. Wie is jouw favoriet in deze categorie? Is moeilijk. Van de mensen die genomineerd zijn, ja. Kijk, weet je, ik vind het ook wel mooi wat Spanker heeft gedaan. Ja. Vooral ook in het buitenland. Met Murder samen, weet je, ook echt. Ik vind het zo mooi om dat te zien. Ja, het is toch ook internationaal gaan, toch? En dat is ook weer goed voor de Nederlandse scene. Zeker. Maar ja, als iemand anders, weet je, toch? Uiteindelijk. Ja, mogen we de beste winnen. Het is een vrij lastige categorie ook wel, hoor. Ja, die Quenza natuurlijk ook erin. Ja, het zijn allemaal mensen die hitjes hebben gemaakt, toch? Ja, het zijn allemaal hittemakers. Dus ik kan niet wachten. Laten we gewoon naar binnen gaan. Ja, toch? Let's go. Blijf die stok zo houden gewoon. Ja, die stok gaan we zo houden eventjes. En laten we gewoon naar binnen gaan, man. Ja, toch? Yes? Let's go. Leuk, man. The Phonics Music Awards. Best Producer. Young Felix. Shafiq Roman, Spanker, Serrano, DiQuenza. Best Producer. Music Awards. De Best Producer gaat naar Spanker! Yeah! Spanker! Spanker! Ja. Van harte gefeliciteerd hier bij je award. Gefeliciteerd. Ja, je eerste reactie. Ik had het niet verwacht eigenlijk. Maar sowieso nice om hem te winnen, zeker. Je had hem niet verwacht? Nee, ik heb hem al vaker verloren, toch? Zeg maar, niet gewonnen, zeg maar, bedoel ik. Dus ik weet niet. Ik had het al een soort van gelaten voor wat het was, maar... En wat doet het nu dan met je nu met die prijs staat, Best Producer 2020? Ik denk een mooie bevestiging, denk ik. Woordje, laatste woordje aan je fans, de mensen die hebben gestemd. Sowieso shout-out naar iedereen die heeft gestemd, die dit mogelijk heeft gemaakt. Dank jullie wel. Ik waardeer het super erg. En we gaan sowieso doorknallen, man. Sowieso. Dankjewel, Spanker. Gefeliciteerd nogmaals. Dankjewel. Met wat voor gevoel sta je met deze Phonics Award in handen? Sowieso blij. En ook trots, denk ik, gewoon op mezelf. Dus dat zijn de gevoelens die er nu bij komen, zeg maar. Ja. Want hoe belangrijk is zeg maar, die erkenning voor jou? Het is toch wel een mooi. Zeg maar als men zeg maar ziet dat datgene waar je echt je hart en je ziel in stopt, dat je daar zo'n award voor krijgt. Maar het draait natuurlijk niet alleen daarom, maar het is wel mooi als het gebeurt, zeker. Wat heb je nog verder allemaal voor ons op de plank liggen? Sowieso heel veel muziek. Ik zit sowieso niet stil. Ik ben gewoon in de studio blijven gaan. Ook, tijdens deze coronatijd. En je kan sowieso veel muziek blijven verwachten met verschillende artiesten. Noem eens een aantal artiesten die er sowieso aankomen. Weet natuurlijk dat je heel veel samenwerkt met bijvoorbeeld artiesten als Frenna. Ja, sowieso Frenna, Murda, Cho, Hef. Dus dat zijn zeg maar dan de usual suspects. En
ja, er staan ook nog wel een paar verrassingen, sowieso. Maar ik zou zeggen, hou het gewoon in de gaten. The FunX Music Awards.